ook bij studenten die zoiets hebben van er mag weer over onderwijs gesproken worden. En die nieuwe energie geeft dus ook... Ik vind het heel erg goed dat deze discussie wordt gevoerd. Het scherpt ons in de opvatting over waar we staan, waar het naartoe moet. En het helpt ook om van elkaar te leren. Dus ik luister met heel veel genoegen naar de opvattingen uit de zaal vandaan, maar ook van mijn collega's van andere hogescholen. En soms zegt het helemaal niet eens zozeer echt iets over de kwaliteit van je opleiding, maar wel over de vraag of je dat allemaal netjes in papier hebt geformuleerd. Ik denk dat de bestuurders wel met accentverschillen meer of minder eens met elkaar waren. Ik vind wel dat je vanuit de politiek veel makkelijke reacties ziet. Als ik zie dat de SP alleen maar naar hele kleine hoger onderwijsinstellingen terug wil, dan denk ik dat zou je niet moeten willen. Verhit vind ik een groot woord. Maar de spanning zit goed in het gesprek. Want, de politiek wordt daar hard beschuldigd. Hè. De politiek heeft het allemaal gedaan. Die heeft aangezet tot fusies. Kan ik overigens... De spannendste stelling heeft op mij betrekking op de vraag hoe de open toegankelijkheid van de hogescholen zich verhoudt tot de kwaliteitsambitie die we hebben. Van de stelling om meer te selecteren aan en na de poort heel goed. Ik heb het, hou het zelf niet van om over selectie te praten, maar wel over intake- en motivatiegesprekken. Ik vind dat er één bottom line is in het onderwijs en dat, die les hebben wij wel geleerd bij In Holland. Dat is dat we op orde en in orde en wat dan ook maar moeten zijn met de wet en de regelgeving. Maar wij hebben vooral een politieke ambitie geformuleerd dat als wij internationaal mee willen blijven lopen, dan moet de kwaliteit van het hoger onderwijs omhoog. Daar ben ik het wel mee eens. En tegelijkertijd, relativerend gesproken, als wij onszelf vergelijken, de kwaliteit van ons hoger onderwijs met het buitenland, dan staat Nederland er bepaald niet slecht voor. Nee, ik vind dat we eigenlijk met z'n allen, als je ziet hoeveel meer studenten er zijn, het aantal hbo-studenten is in geloof ik 15 jaar tijd verdubbeld, dat we een prestatie van formaat leveren. Ik kan met mijn vinger wijzen naar politici die uit angst voor de kiezer. Ik vind dat we op moeten passen voor goedkope retoriek of populistische opvattingen dat het allemaal een rommeltje zou zijn bij het hbo, want daar is geen sprake van. Het gaat hartstikke goed in de hbo, maar wat niet goed gaat moeten we benoemen en moeten we ook verbeteren. En wat wel goed gaat, daar mogen we ook best trots op zijn en mogen we vieren en zorgen dat waar mogelijk dat nog verder verbetert.